Lat met een D betekent Land Art Delft. Dat gaat over kunst en dat gaat over het landschap hier in de buurt van Delft, tussen Delft en Rotterdam. Het landschap tussen, in die drukke randstad is nog steeds een heel open natuurlijk landschap. Natuur in de Nederlandse zin, namelijk gemaakt door mensen. Dat open landschap is volstrekt uniek. Als rector magnificus ben ik een aantal jaren geleden van de Universiteit Delft benaderd of ik mee wilde werken aan dat initiatief van kunst en natuur. Ikzelf was erg enthousiast omdat een soortgelijk project als Insel Humbrouch in Duitsland heeft laten zien dat er bij de mensen belangstelling is om de natuur en de kunst te verenigd te zien. En bijna komt de natuur beter tot zijn recht. Vanuit dat standpunt was ik geïnteresseerd. En tegelijkertijd omdat ik vind dat de ingenieur van de 21ste eeuw moet zoeken naar een integratie van de natuur en de mens die erin leeft. We zijn begonnen met de stichting World Art Delft. En vanuit die functie als directeur en conservator hebben wij een groot netwerk aan kunstenaars opgebouwd. Daar zitten veel schilders bij, maar gelukkig ook genoeg beeldhouwers en kunstenaars die zich bezighouden met het landschap. Ons idee is om eigenlijk een soort scharrelpaden door die weilanden te maken en daar beelden te plaatsen. Dus niet een afgelikt mooi park met een heggetje en bij het heggetje een beeld. Nee, het moet heel terloops moet het er staan. Het moet ook niet al te geforceerd zijn. Je moet het gewoon tegenkomen. Dus dat is het idee. Vandaar dat wij zeggen van nou, je moet het niet als een nieuw park gaan inrichten. Je moet het gewoon eigenlijk met het bestaande agrarische werk moet je het kunnen combineren. Je vindt hier een boerderij, die is 90 voetbalvelden groot, dus 43 hectare. We hebben melkvee en we hebben ook een aantal schapen. Ik ben de derde generatie die hier zit, dus het is uit vader op zoon. En mijn oma is hier zeg maar de generatie daarvoor geweest die hier geboerd heeft. Ik vind het heel belangrijk dat dit soort gebieden rondom die steden behouden blijven. Daarmee zou je een deal met de stad mee moeten maken, op welke manier dan ook. Wij hadden het idee dat eigenlijk dat open landschap, dat je dat intact zou moeten laten. Dus niet een superpark gaan maken. Daar is het mee begonnen. En zijn we ook gaan praten met het recreatieschap, met de diverse gemeentes, om hoe zou je dit mogelijk kunnen maken? Want er zijn altijd regels, bestemmingsplannen, structuurplannen. Nou, die plannen zijn gemaakt, die zijn er nu en die worden nu moeten handen en voeten krijgen. In dat stadium zitten we nu. We hebben nu het idee van het Land Art is begonnen. We hebben de stichting is opgericht, maar nu komt de fase om het plan echt concreet te gaan maken. De volgende stap is om meer kunstwerken mogelijk te gaan maken. We zijn bezig met het maken van een businessplan om ook natuurlijk beelden te gaan verwerven hier voor dit gebied. Het is heel uitgestrekt en een klein beeld dat zie je niet, dus het gaat telkens om vrij forse beelden. Dus, het Millarium is er. Dat is ontworpen en bedacht. Dat komt via de provincie in dit gebied. Wij zitten nu in het stadium om het handen en voeten te gaan geven. En we denken dat we zo rond 2015 dat het er is. Hier achter mij staat een kunstwerk wat vorige zomer speciaal voor het Lat ontwikkeld is. De Merapidol. En het staat daar als een mooie, gigantische ballerina op één voet in bovenop dat heuveltje op het Filosofeneiland. Dat is natuurlijk heel mooi, want er stond al die prachtige sprieten van Roel Thewe staan daar. Nou, dat is meer de innerlijke bezieling. En dan is dat prachtig om dat weer afgewisseld te zien met zo'n frivole dame die dan het leven weer ietsje luchtiger maakt. Nou, zo proberen we wel met de keuzes van de kunstenaars een mooie afwisseling te hebben. Dat het niet allemaal één gelijkmatige sfeer wordt, maar dat je verschillende sfeerelementen bij elkaar brengt in dit landschap. Ik wil werk maken dat deel uitmaakt van het landschap. Nog meer, dat zelf een stuk landschap wordt. Dat houdt natuurlijk in dat je eerst dat landschap moet in de vingers krijgen. Dat je moet weten wat het landschap is. En dat is ook geen eenvoudige zaak. De beste inspiratie komt dan wanneer je besluit, ik heb het landschap door, het landschap heeft helemaal niks nodig. En
dat ogenblik dat je dat landschap eigenlijk helemaal in al zijn facetten geaccepteerd hebt, komt er heel dikwijls zo een beeld. De natuur is hier een landschap, een ouderwets polderlandschap zou ik willen zeggen, met een sterk archeologisch achtergrond van ver geleden. Het gebied heeft inderdaad de moderne tijd meegemaakt, maar door de bewoning van de boeren enzovoort is het deels teruggegeven aan zijn eigen wordingsgeschiedenis. Midden-Delfland is een gebied met veel kreken, een kreekstelsel. Je vindt het gebied hogere en lagere ruggen in het gebied. Vroeger zijn er veel instromingen geweest vanuit de kust vandaan. Dat zijn, er waren de riviertjes. Het veenland lag er heel hoog naast. Dat was het moeras. Toen het moeras is gaan klinken, we hebben dat drooggelegd, we hebben daar slootjes gegraven. Toen die kreekruggen, die kwamen uiteindelijk boven het landschap te liggen. En toen is vaak in de middeleeuwen zijn daar de boerderijen opgebouwd. Ik heb 10 jaar opgravingen gedaan in Midden-Delfland, vooral in de omgeving van Delft zelf. Direct ten zuiden van Delft. Niet gericht alleen op nederzettingen waar men woonde in de Romeinse tijd, maar het landschap als geheel. Waar lagen de velden, de wegen? Hoe was het ingericht? Hoe lagen de huizen ten opzichte van elkaar? En dat weer ten opzichte van de grote stad. En hier zie je bijvoorbeeld hoeveel vindplaatsen we op dit moment denken dat er in Midden-Delfland zijn. De Romeinse tijd zijn de rode en dan de gele zijn de middeleeuwen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat op die kleiafzettingen als een lintbewoning achter elkaar boerderijtjes stonden. Zo'n 300 tot 500 meter van elkaar. En op dat gebied waar we het nu over hebben, heb ik 3 nederzettingen gevonden. En het interessante is dat ik de tussenliggende sloten ook heb gevonden en weet dat ze gelijktijdig zijn en dat het allemaal aan elkaar vastgezeten heeft. We proberen via die kunst ook een brug te slaan naar jongeren. We proberen daar zoveel mogelijk beeldende kunst te laten zien, maar ook dat het voor kinderen en leerlingen te begrijpen is en dat het uitvoerbaar is. Dus dat ze niet alleen maar als toeschouwer naar die kunst aan het kijken zijn, maar dat ze ook echt een onderdeel worden van die kunst door het of zelf te doen of het zelf te zien ontstaan. En je wilt deze planten, dan laten we dit stuk eraan zitten, want hier komen de wortels aan. Dat is prima. Nou, voor de mensen die hier in dit gebied vaak recreatief vertoeven, die kunnen hier een moment vinden van rust en van reflectie. Gewoon eigenlijk een stilteplek zou je kunnen zeggen. En het aantrekkelijke is dat je dus niet alleen puur natuur hebt, want het is juist die combinatie met beeldende kunst. Het is ook de combinatie met het agrarisch bedrijf, want dat blijft gewoon draaien. Dat is voor een heleboel mensen uit de stad en de omgeving is dat heel erg interessant om dat te bezoeken. Wat ik wel belangrijk vind, is dat het lat ook naar de omgeving kijkt. En ik woon nu eenmaal in die omgeving, dus dat vind ik een belangrijke rol voor mij om daarbij betrokken te zijn. En uiteindelijk vraagt straks een kunst, en misschien een grotere kunst die dan in een gebouw staat, maar de kunst die buiten gesteld kan worden, vraag ook iets van het landschap. En het landschap kan ik ook bieden. Dus ik wil ook kijken of ik daar niet een deal mee kan maken in de zin van, kunnen we samen iets betekenen? Ik hou niet zo van grenzen afbakenen van dit is natuur, dat is landschap en dat is kunst. Juist die combinaties maken, dus waarom zou ik niet met mijn vee dadelijk tussen die beelden kunnen weiden? En waarom zouden die beelden niet zeg maar tussen mijn vee kunnen staan? En waar, als je dus die specifieke plekken van het landschap benutten met kunst, maar ondertussen ook die dieren een plek geven in het beheer van de omgeving om de kunst heen. De iglo-vorm is een behoudende vorm. Hier wordt iets in bewaard, hier wordt iets in bewaakt. Door die op pootjes te zetten, komt er lucht onder. Door het de schoorsteen te geven, heb je een ontsnapping aan de lucht helemaal naar boven toe. Ik herinner me die schoorstenen van de steenbakkerijen, die juist in dat vlakke landschap ineens zo een signaal zijn en een verbinding tussen hemel en aarde, zou je kunnen zeggen. Mijn oorspronkelijk idee was er van er verschillende te maken.
die mogelijkheid blijft erin zien. Als een soort, ik hou van het van repetitieve. Ook omdat, ik vind ook een individu, een menselijk individu ook, maar interessant in de mate dat dat een functie heeft binnen een groep. Een individu op zich heeft niks te betekenen. Dus op een of andere manier zie ik deze vorm als een deel van een groep. Men heeft bij de landinrichtingsdienst gebruik gemaakt om bij het ontwerp rekening te houden met wat er in de grond zit. Dus ik kon een landschapsarchitect vertellen waar de mooie plekken waren en die zorgde dan dat die oude plekken onderdeel werden van het nieuwe plan en dus behouden konden blijven, want eenmaal opgegraven is het weg. Op dit gebied heeft een landschapsarchitect dat al gedaan en er staan bomengroepen niet op de nederzetting, maar ernaast en hier ook ernaast. En loopt er een pad, zo'n beetje, een schelpenpad, een voetpad, die twee nederzettingen verbinden. Die bomenrijen die zijn zo geplant dat die de verhouding van de gulden snede weergeven. Er is een sterk raakvlak tussen archeologie en kunst en dat zit hem in de verbeelding van het verleden. Veel van wat wij doen zit onder de grond. Hè. Dus als we onderzoek doen, dan zien we het op dat moment. En als het onderzoek klaar is, dan gaan de putten dicht en dan groeit er weer gras. En dan weet je eigenlijk toch niet goed wat je, zeg maar, buitenstaander, wat daar nou geweest is. En het is heel belangrijk dat er een vorm van verbeelding komt. En dat is waar archeologen en kunstenaars elkaar vinden. Ik heb steeds het gebied benaderd vanuit het wat zelf. En deze omgeving biedt kunstenaars een heel goede start. Toen ik hier het land kwam, toen dacht ik van, wat is dit prachtig. En vanuit deze positie, waar kunst een prominente plaats in neemt, ben ik het land ingelopen. En het is net alsof ik die kunst meenam. Net alsof ik het gevoel meenam. En dat is de kracht van die niet logische opbouw van de kunst, maar bij de vragende aandacht waarbij het land inloopt. Het heeft mij, geofysicus van beroep, met de handen op de rug uitgenodigd om eens na te denken over de ondergrond van Nederland.